Hoe maak je een waanzinnige actiefoto? In deze video laat ik in 7 stappen zien hoe je tot het juiste resultaat komt. De eerste stap is dat je je goed voorbereidt. Kies dus een onderwerp, locatie of evenement waar je wil fotograferen. De tweede stap is dat je het juiste materiaal meeneemt. De derde stap is dat je de locatie goed checkt en de perfecte plek zoekt. Bij de vierde stap zorg je voor de juiste settings. De vijfde stap is het contact met de bestuurder. Zeker bij deze vorm van fotografie kan dat heel belangrijk zijn. Het fotograferen zelf is stap 6 en de 7e stap is het selecteren van de beste beelden. Ik ben Frits van Eldik en ik fotografeer al vanaf mijn 17e eigenlijk alle vormen van autosport of eigenlijk alles wat snel beweegt. En ik ga jullie proberen in deze video op weg te helpen om de juiste actiefoto te kunnen maken. Naast het bepalen van de locatie en je onderwerp is het natuurlijk ook van belang dat je de juiste apparatuur kiest. Ik gebruik vandaag een Canon EOS 90D en een 70-200mm lens. Een lens die ik sowieso voor mijn dagelijks werk heel veel gebruik. Veel meer dan dit heb je niet nodig om een goede actiefoto te maken. Hou er wel rekening mee dat gezien de omstandigheden bij slecht weer je in ieder geval zorgt voor je apparatuur en dat je misschien iets meeneemt om hem af te dekken. Of een zeem te gebruiken om in ieder geval het merendeel van water weg te nemen. En dat geldt natuurlijk ook voor jezelf qua kleding. Het belangrijkste is denk ik dat je je enorm goed voorbereidt. Rekening houdend met wat je gaat fotograferen, hoe je het gaat fotograferen. Welke apparatuur je wilt gaan gebruiken. Maar ook nadenken over de locatie en ook invloeden van weer, wind, regen, zon. Je moet proberen, denk ik, om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten voordat je aan het werk gaat. Ook zoek ik altijd even wat voorbeeldfoto's op, zowel die ik misschien zelf al eerder heb gemaakt of beelden van de locatie. Dat kan ook zijn dat je Google Maps gebruikt of andere apps om maar zoveel mogelijk informatie op voorhand in te winnen. Kortom, je maakt een plan en daarin hou je ook rekening met onvoorspelbare factoren als het weer. Pak de juiste apparatuur in. Ik gebruik vandaag een Canon EOS 90D en een 70-200mm lens. Een lens die ik sowieso voor mijn dagelijks werk heel veel gebruik. Veel meer dan dit heb je niet nodig om een goede actiefoto te maken. Op locatie is het belangrijk om te bepalen waar je de foto gaat maken. En daarbij hou je rekening met voorgrond, achtergrond, maar ook een plas of een hobbel of net wat je vast wil leggen. In eerste instantie bepaal je vaak aan de stand van de zon waar je te werk gaat. Maar ook factoren als wind en regen zijn bepalend. Wind kan enorm veel invloed hebben op hoe je beweegt met een camera. Als je veel wind hebt, is dat lastig. Maar ook regen vol in je lens kan het werk een stuk moeilijker maken. Dus die factoren bepalen uiteindelijk allemaal hoe je plaatje er uiteindelijk uit gaat zien. Ook wil je vaak laten zien hoe groot of hoe indrukwekkend een voertuig is. Daarbij is ook bepalend jouw eigen standpunt, of dat je staat, of dat je zit, of ligt. Ook die factoren bepalen uiteindelijk hoe je beeld eruit gaat zien. Kortom, er zijn heel veel mogelijkheden die uiteindelijk bepalen hoe jouw plaatje eruit gaat zien. Ga naar je eigen locatie, ga bedenken wat je daar kunt doen en probeer er het maximale uit te halen. Uiteindelijk zijn de settings van jouw camera mede bepalend voor het eindresultaat van de foto. Bij sportfotografie, actiefotografie, denkt men vaak dat je gebruik maakt van korte sluitertijden. In de praktijk probeer ik juist langere sluitertijden te gebruiken, waardoor je ook die actie ziet. Er is niet zo vreemd als Max Verstappen, of in dit geval een kart, op een kartbaan waarbij de wielen stilstaan. Je wil die actie, je wil die beweging zien en de sluitertijd bepaalt daarbij wat het effect is op jouw foto. Uiteindelijk ga je bepalen wat je gaat fotograferen. Ga je een onderwerp fotograferen wat recht op je afkomt, waarbij je vaak een hogere sluitertijd kiest, of ga je meebewegen met je onderwerp. En als je meebeweegt met je onderwerp en je gaat langere sluitertijden kiezen, is het vooral belangrijk dat je exact met je onderwerp meebeweegt. En die precisie maakt uiteindelijk het eindresultaat. Als je gaat meebewegen met je onderwerp, is het vooral zaak dat je exact met je onderwerp meebeweegt. De sluitertijd bepaalt uiteindelijk het effect in jouw foto. Bij een korte sluitertijd, zeg 1/2000ste van een seconde, bevries je het beeld en staat alles stil. Bij een lange sluitertijd, zeg 1/15ste van een seconde, zul je heel veel beweging en dynamiek in je foto zien. En die balans, die zul je moeten vinden wat het juiste effect geeft in de foto die jij op dat moment wilt gaan maken.
Ik wil altijd graag dat het oog van de kijker naar het punt gaat op de foto waar ik wil dat het oog naartoe gaat. Dus als je meebeweegt en een lange opnametijd kiest, zal je oog gaan naar het onderwerp wat jij exact gevolgd hebt. Komt er iets op je af, dan geef ik de voorkeur aan een groot diafragma, wat gek genoeg een klein getal is. Daardoor krijg je weinig scherpte diepte en dan zal je oog ook weer naar dat onderwerp gaan waar jij de scherpte hebt neergelegd. En voor mij is het anders als je gewoon eigenlijk iedere keer ongeveer hetzelfde doet. Als je op dezelfde plek rijdt en je doet dat 2-3 keer en ook gewoon ongeveer dezelfde snelheid aanhoudt. Bepalend is waar de coureur zich op de baan bevindt voor jou, voor de foto. Dus als je daar controle over hebt en je kunt hem vertellen wat te doen, maakt dat het een stuk makkelijker voor jou. Belangrijker is dat de coureur doet wat jij wil, met exact dezelfde beweging en dezelfde snelheid, zodat jij alleen maar de instelling op je camera hoeft aan te passen om een ander effect in je foto te krijgen. Het is tijd voor de actie. Nadat je al je voorbereidingen hebt getroffen, je standpunt bepaald, met de coureur overlegd en al die dingen op voorhand hebt gedaan, is het tijd om de actiefoto te gaan maken. Denk goed na over je standpunt. Ben je niet tevreden tijdens het fotograferen, dan verplaats je je en zoek je nog een tweede of een derde of een vierde mogelijkheid. En wat je nooit moet vergeten bij sport, actiefotografie, is je eigen en andermans veiligheid. Nou, ik wil vooral beweging laten zien en hier heb je heel veel rommel eigenlijk in de achtergrond, maar wel kleurrijk. En uiteindelijk wil ik dat strepen worden en dat de snelheid in de foto laat zien. Waardoor je eigenlijk ook niet meer ziet wat voor een, met alle respect, rommeltje het is. Bedenk heel goed wat je eindgebruik is. Is het voor een print aan de muur, dan is het vooral van belang dat het beeld scherp is en de juiste bestandgrootte heeft voor een print. Is het voor social media, dan kun je ook af met kleinere bestanden. Zelf probeer ik altijd zo min mogelijk aan de foto te bewerken, omdat de foto's direct uit de camera al heel goed van kwaliteit zijn. En soms maak je ze iets lichter en donkerder en doe je een klein beetje contrast, maar normaal gesproken is dat voldoende voor eindgebruik. Pas je beeld aan zoals jij wilt dat het eruit ziet, maar bedenk ook dat soms een opdrachtgever of een eindgebruiker bepaalde eisen heeft en zorg dat je die verwerkt in jouw eindbewerking van jouw beeld. Wil je zelf aan de slag met actiefotografie? Volg dan deze 7 stappen. Stap 1. Bereid je goed voor, zorg voor een onderwerp, een locatie en check de omstandigheden. Stap 2. Pak de juiste apparatuur in. Stap 3. Scout de locatie en zoek de beste plekken. Stap 4. Kies voor je begint de juiste settings. Stap 5. Communiceer indien mogelijk jouw plan met de bestuurder. Stap 6. Ga aan de slag. Stap 7. Selecteer de beste foto's en bewerk ze na als het nodig is. Ik hoop dat je nu genoeg tips hebt om zelf aan de slag te gaan. Heb je toch nog vragen, dan kun je ze hieronder stellen in de comments. Bovendien heeft dit kanaal genoeg andere video's over fotografie, waarop je je ook kunt abonneren om op de hoogte te blijven. Ik wens je veel plezier met fotografie in de toekomst.